Oké. Jongens, YouTube, we kregen net een leuke reactie binnen van Smikkeltje. En dat was namelijk echt een evolutierap. Dus die heeft namelijk, die staat hier... Eevee, Jolteon, Vaporeon, Flareon, Espeon, Umbreon, Sylveon, Olivion. Catch him, gotta catch him all. Gotta catch him all, Eevee. John. Welkom bij deze video. Daar zijn we weer, we hebben Jolteon in de vorige aflevering te pakken gekregen. Het is nog steeds een livestream van 18... 18. Van 13 augustus. Blablabla. Dit gaat een hele goede intro worden. Ik zie het nou al. Ik zie de headlines voor me. Zeepie, Stevie. Ik trek mijn mond niet meer open. Kan ik weer hi YouTube zeggen? Ga je gang. Hi YouTube. Je mist Glaceon in de rap. Ja, ik weet het. Ik kan niet alles hebben. Wacht, knippert hij nou met zijn ogen elke keer als je loopt? Oké, Jolteon. Ik vind het hartstikke leuk voor je. Trouwens, het is lang geleden dat ik het saved heb. Nine luftballon. Ja, ik zie hem nou niet meer hoor, dus. Oh. Maar nou is Eevee niet helemaal meer in beeld. Zeker gevaarlijk. Zo. Laten we eens even kijken welke Pokémon dat we hier tegen kunnen komen. Smoochum. Oké, Bolt, ik kies jou. Jij bent Bolt, de Super Jolteon. Dus meneer is Bolt. Bolt is super Jolteon. Ja. Dit gaat Bolt zelfs niet eens fixen. Germ. Firepower neem maar even over. Of hij knipt het met zijn ogen of hij probeert je te elektrocuteren. Waarom zou Bolt hem elektrocuteren? Hij is de Eevee Master. Nee, gewoon een Eevee vriend. Ik zou hem eigenlijk nou niet gelijk een master noemen hoor. Ik wel. Maar goed, als we heel eventjes door wild gras heen gaan lopen, dan doe ik wel heel eventjes Bolt even switchen, zodat we makkelijker kunnen runnen, anders duurt het wel heel erg lang. Eevee, Jolteon, Vaporeon, Flareon, Glaceon, Espeon, Umbreon, Sylveon, Olivion! Dat is één keer te lang. De ene keer wel, de andere keer niet. Want de eerste, dat was even kijken hoor. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Zeta, Pharaoh, Pidgey, Seeking, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwag, Butterfree. Catch him all, gotta catch him all, Pokemon! Zubat, Primate, Meowth, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gengar, Tangela, Golding, Spearow, Weezing, Seal, Gyarados, Slowbro! Better wait for me. There is 150 of more to see. To be a Pokemon Master is my destiny. Al moet ik wel zeggen dat ik de kop... De coupletten door elkaar halen op het moment, hoor. Fire Emblem ken ik dankzij Leroy. Die was hem nou op zijn Ocarina aan het oefenen. Zo ken ik nou op de Ocarina de Pokéflute. Of de Pokéflute ken ik al. Pokémon Center. Misschien mist Bolt zijn ouders die in het wild leven, want dat doen wij Pokémon trainers. Wij vangen wilde Pokémon en halen ze bij hun familie weg. Wij zijn geen andere Jolteon tegengekomen. Hij was all by himself. Kijk maar de vorige aflevering terug als je me niet gelooft. Voor de YouTubers, jullie moeten nog wachten. Nee, ik ga geen parodie maken. Ik ga gewoon echt 150 man vragen of ze één Pokémon voor de camera willen zingen. Ja, dat is het idee.
En ja, daar gaat een hele hoop editwerk worden. Maar dat wordt hopelijk ook een hele leuke video. Daar ga ik wel van uit, want we hebben heel veel lol gehad met het eerst opnemen, dus... Zeep en zingen. Stevie! En zingen. Wat ga je nou gaan negeren? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil jou helemaal niet negeren! Hij moet nog wennen aan het feit dat jij Stevie heet. Anders is het gewoon inderdaad ZP20 of zo, maar die era of Zepi is voorbij. Ja. Ik bedoel, ik zou ook wel mijn YouTube-naam kunnen gaan veranderen, maar dat vind ik wel heel erg ver gaan. Dat zou jij nooit doen, heb ik gezegd. Nou, ik heb soms wel eens inderdaad mijn twijfels of ik het zou doen, maar... Ik bedoel, ik zit al op deze naam voor 10 jaar, dus waarom zou ik het veranderen? Ja. In ieder geval, we moeten tegen een trainer gaan vechten, dus Bolt. Wij zetten jou heel eventjes neer, dat je heel eventjes intimiderend kan grommen naar die vent. En dan zetten we een andere Pokémon in. Oké, welke Pokémon hebben we? Shieldon. Shieldon, dat is een... Ik heb een Pokédex op mijn telefoon, wacht eventjes. Shieldon is een staaltype. 100% staal? Als het goed is wel, ja. Ach, ik heb hier... Even kijken, Pokédex. Search Shield. Oh, ik heb hier al staan. Is Rock Steel. Oh, oké. En dat is fijn om te weten, want had ik dus bijna Flareon tegen ingezet. Dus het beste is Aquarion om daarin te zetten. Dat merk wel. Ken ik Fire Emblem? Ja, van de Smash-series. Daar is Leroy helemaal gek op. Ik heb oprechte MP3-downloader gebruikt en je This is Halloween special op mijn GSM staan. Ah, dat vind ik aardig, thanks. Oké, dan gaan we heel veel levels krijgen van Bolt. Bolt gaat naar level 5, Bolt gaat naar level 6. Bolt gaat naar level 7. Level 8. Bolt heeft Sand Attack geleerd! Venomoth. Hoeveel levels heeft Flareon op het moment? Ze zitten allemaal rond de 46. Frostwadder heeft gewoon veel te veel op het moment. Vergeet niet, hè, de eerste stroomaanval leren we pas op level 15. Was het maar gewoon de nieuwere generaties, want dan zaten we veel beter. Ik zal wel beter in beeld komen trouwens, want... Ik zit wel heel erg ver van de camera weg. In nieuwe generaties hebben ze het echt al op level 9 tot ze het leren, dus... De starters hebben gelijk al hun... hoe heet het ook weer? Hun signature start. Tegenwoordig, ja. Vroeger was het ook nog niet zo, hè? Nee, klopt. Ze kregen toch pas vanaf level 7 of zo. 7, 8 of zoiets. Nee! Je krijgt mijn nummer niet! Voordat iedereen me helemaal zagrijnig surf gaat bellen en de hele tijd zo van... Hé, hey, moet je eens kijken hoe goed dat met mijn Caterpie gaat! De enige twee karakters die ik weet van Fire Emblem zijn Mart en Ike. Mart, ons prinsesje. Oh ja, met zijn spiegeltje. Voor de mensen die daar bij Abunai, Mart die zat de hele tijd met zijn spiegel. Oftewel Lira die zat de hele tijd met zijn spiegel om te kijken of zijn pruik maar goed zat. Dus kwamen we echt de hele tijd aan met de grap van, ja, wel even een spiegeltje erbij. Pak je spiegeltje nou maar. En hier heb ik problemen mee. Waarmee? Omdat ik wou ruilen en hij gebruikt Pursuit. Dus dan doet hij toch nog eerst de schade aan de Pokémon. Dat is gemeen. Inderdaad. Waar zijn mijn revives? Ga je me nou vertellen? Oh, ik wou al zeggen. En dan gaat hij ook weer Screech doen. Wat leuk. Nou ja, ondertussen is Firepower bijna op 1 HP na volledig hersteld. Firefang! Dag Dunsparce, waardeloos beest dat je bent. Ik snap het eigenlijk nog steeds niet, Dunsparce.
heeft geen evolutie, ja. Het heeft geen nut. Het heeft ook geen goede move. En hij was hartstikke zeldzaam in gold en zilver. En wat had je eraan? Niks. Snoopy Timmermans, alsjeblieft. Dit is Pokémon. Dit is echt Pokémon. Pokémon Go. Je wil niet weten hoeveel mensen dan van die aankomen van... Wat is je sterkste Pokémon? En dan zeg je, ja, mijn sterkste Pokémon, dat zijn allemaal Eevees. Die zijn allemaal op level 100. Level 100 maar? En dan zeg ik, ja, level 100. Niet CP 100, level 100. Wat is Pokémon Go? Nou, dat wou ik inderdaad op sommige momenten echt vragen. Want, wat is die Pokémon Go? Toen wij in de stad waren, soms was je ook zo van, wat is Pokémon Go? Ja, hoezo Pokémon Go? Ik ben Candy Crush aan het doen. Net wel zoiets. Soms ben je er echt wel moe van. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, mijn level dat is 22 en mijn sterkste Pokémon is Vaporeon op 1600 CP. Dus. Ja en nee, Stevie. Ligt eraan welke evolutie je gebruikt. Want als je een X en Y of Oras en Omega Ruby en je wilt een Umbreon of Espeon, dan krijg je hem niet makkelijk op level 9. Zodat je de eerste Dark of Psychic Move voor ze hebt. Fairytale, daar ben ik het niet mee eens. Het is namelijk extreem makkelijk om Espeon of Umbreon te krijgen voor level 9. Wat je namelijk doet is... Ik wou jouw telefoonnummer niet. Wat je namelijk wil doen is... je wil heel veel gaan rondlopen met een suitbel... voordat je ze wil laten evolueren of zelfs wil trainen. Dan kun je ze voordat ze level 9 zijn al laten evolueren in. Ja. Want de suitbel gaat echt heel erg hard. Hallo me, Happy Day. Ah, oh, Bugcatcher. Kan ik hem nou niet meer uitgooien? Delete. Ik kan hem niet meer uitgooien. Oh, damn. Dit is nog een universum waarin dat we dus... Damn. Dit is nog in het universum dat je dus geen telefoonnummers eruit kan gooien. Maar ze zitten hier allemaal op level 5 en zo. Ik denk dat Bolt wel altijd weg kan rennen. Goed, gaan we wel even kijken welke Pokémon dat we hier tegenkomen voordat we in Pewter City aan gaan komen. Wabafet! Wabafet! Oh, daar hoef je geen sorry voor te zeggen hoor. Oh ja, met jouw Shadow Tag kunnen we niet wegrennen. En Wobbuffet kan niet aanvallen. Yay. Waarschijnlijk in Wobbuffet level 7 alleen maar dat. Oh, dat Destiny bond ook nog eens een keer. Oh, hij kan ook counter? Wauw. Dat is pijnlijk. Hey, wow. Zie je, jouw bro begint het te leren. Hij begint het te leren, ja. Nou, kunnen we nog Umbreon vinden? Dat zou heel erg leuk zijn. We hebben een volledig team. Het is een Rattata. Ik trap er niet eens voor in. Best jammer. Want anders zou je helemaal hyperventileren en dat was geen hyperventileren. Ga je ooit stream... Zombies? Nee, ik zal niet op een stream zombie games gaan doen. Sterker nog, wij zijn kindvriendelijk en plantaardig. Maar je hebt wel Resident Evil gedaan. Ja, en daar zat een waarschuwing van tevoren elke keer op. Sterker nog dat ik zoveel reacties heb gekregen van... Ja, moet je nou echt serieus een waarschuwing in elke video neerzetten? Ja. Zo ongeveer wel. Want ja, het is een... Ja... Een game voor 18+.
Ach, een Monforno. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel met één discussiepunt wel het eens. Tot na generatie 3, dus echt begin generatie 4 eigenlijk. Tot Pokémon heel erg veel op Digimon begonnen te lijken. Hoezo? Nou, tot echt al die Pokémon, bijvoorbeeld die Legendaries. Vergeet niet, onze Legendaries waar we mee begonnen waren 3 Legendary Birds. Ja. Mew en Mewtwo. That's it. Dat waren de Legendaries. En die birds zagen er echt uit als een elektrische vogel, een ijsvogel en een vuurvogel. Ja. En Mew was een klein wezentje dat eruit zag als inderdaad Pokémon. Zelfs Mewtwo, die al gekloond was, zag eruit als een Pokémon. Ja, oké. Okay. Generatie 2. Legendarische honden. Zelfde verhaal. Zien er allemaal uit als Pokémon. To be fair. Lugia en Ho-Oh. Hetzelfde verhaal weer. Celebi, hetzelfde verhaal. Derde generatie vind ik ook nog steeds, toen begonnen ze al een beetje trekjes te krijgen. Zoals Groudon bijvoorbeeld. Kyogre vond ik nog goed. Ja. Maar Groudon had ik al een beetje van... Om eerlijk te zijn, ik ben gewoon eerlijk. Ik geef gewoon mijn mening. Nou, en toen kwam generatie 4 en Palkia en Dialga en Dioxus en ja, toen dacht ik echt bij mijn eigen van... What a news! Ja. Maar Dioxus is toch ook generatie 3? Hè? Wie? Wat is generatie 3? Dioxus. Was dat niet? Nee, dat is generatie 4, toch? Ja, als het goed is, was generatie 3. Ga je ooit, als je de 3DS Capture Card hebt, Kick Icarus Uprising let's playen? Nee, daar heb ik nog helemaal geen plannen voor. Op het moment dat ik de 3DS Capture Card heb, dan heb ik Mario en Luigi de Games. Luigi's Mansion 2, die is heel erg vaak gevraagd. Sterker nog, ik heb hem nog nooit gespeeld, maar ik zit te wachten totdat hij dadelijk in de uitverkoop is voor 20 euro, tot ik hem dan wil gaan halen. En ja, dan wil ik hem toch zeker gaan proberen. En alvast een beetje oefenen voor mocht er een Let's Play gaan komen. Dus. En niet te vergeten natuurlijk Omega Ruby die ik wil gaan doen. En dan een beetje proberen. Ik wil het wel een beetje proberen dezelfde stijl te doen als met Pokémon Crystal. Dat je de zijdballetjes ziet. Van dat kan daar en dat kan daar en zo. Dus. Ik heb nog een toestemming gekregen van Snoopy Timmermans om jou de code te geven, yo bro. Snoopy had gewonnen, dus... Snoopy kiest of je mag hebben of niet. Ja, dat is wel eerlijk. En als de code komt, dan zal dat waarschijnlijk op het einde van de stream zijn. 5 random encounters afleveringen later. Nou, op zich valt het nog wel mee. Maar ja, we hebben wel ondertussen zo'n Jolteon gevonden, dus dat maakt mij wel een blij konijntje. En waterkip hebben we al te veel gevonden. Waterkip! Oftewel Torchic. Jo. Nou, laten we dan maar gewoon een trapje naar beneden toe gaan. We kunnen hier gewoon omheen lopen. Hallo, Bugcatcher! Hallo. Goedemiddag. Nee, 5 afleveringen in deze encounter later. Juist. Snoepje zegt, geef hem maar. Oké, nee, dat komt goed. Oh, kijk nou, een baboetje. Livion, dat is jouw afdeling. Welkom terug, Snoopy. Yo, bro, dan geef ik jou dadelijk die codes op het einde van de livestream. Oh, en ik heb een hele goede wissel gedaan, want een Krenk dat kent Earthquake. Oei. Nou, Livion die is juist resistant tegen Earthquake. Ja. Plus, die heeft een gigantisch hoge defense. Maar Bolt is dat niet. Ja, maar Bolt heb ik gelijk geswapt. Ja, daarom. Dat was een goede wissel. Maar Livion die zou dus op dit punt eigenlijk al Leaf Blade leren. Alleen in dit spel is dat pas op level 72. Of 77 zelfs. Nood 71. Ook goed.
Ach, een Squirtle! Wat leuk! Weer een starter doen. Hebben we die al of niet? Squirtle zijn we al tegengekomen. Volgens mij hebben we die ook al gevangen, eentje. Ach ja, het is allemaal weer experience voor. En dat wil zeggen, tot onze Bolt! Wacht eventjes, heette Jolteon bij onze... Heette die daar ook niet Bolt? Waarbij? In de Crystal Let's Play, hadden wij daar niet een Jolteon? Nee, daar hadden we Umbreon. Ja, daar hadden we Umbreon, ja. Nee, daar Pikachu Bolt. Pikachu hadden we Bolt genoemd, ja. Kleine vis, laat een hele aardeplaat schudden. Stevie, wat vond je van de sneeuwroute van Diamond Pearl Platinum? Het heeft bij mij een speciaal plekje in mijn hart, omdat het eerste Pokémon game die ik ooit gespeeld had en het beste stuk van de game vond. Me happy YouTube, het spijt me zeer, maar ik heb nooit Diamond Pearl gespeeld. Of Platinum. Ik wel. Ik heb hem gezien van Chugga Conroy. Ik kan je zeggen, Me happy Tay. Ik vind het niet een van de beste. Het is wel een leuk stukje. Maar ik vind het langdradig. Langdradig, zeg je? Ik zal even een lamp trouwens aan doen, jongens, want het wordt alweer donker. Wauw. Ja, het is 9 uur. Ja, maar zou je hem classificeren als een WTF-moment? Nee, dat nou weer net niet. Het is niet zoals wat hier de radio tower is. Ja, Aquarium. Ja, het probleem met Pearl en Platinum is... Ja, generatie 4 heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Generatie 3 ben ik eigenlijk pas begonnen op het moment dat er een remake uitkwam van Omega Ruby Alpha Sapphire. Toen heb ik pas generatie 3 eigenlijk voor het eerst gespeeld. Ik kende generatie 3 Pokémon al wel in verband met de GameCube versie, die Pokémon Colosseum. En Mystery Dungeons, daardoor kende ik wel de derde generatie. Plus ik keek toch nog wel een beetje naar de anime. Maar voor de rest... Nee, op de Game Boy games ben ik eigenlijk daar nooit, net zoals... Black and White heb ik ook nooit gespeeld. Ja. En als je me dan, zou vragen van... Goh, zou je die spellen dolgraag willen spelen... met een Eevee-team? Ja, dan zou ik ze zeker dolgraag willen spelen... maar nee, ik heb geen zin om daar eigenlijk geld aan te geven. Nou, ik denk ook niet dat... ik denk dat het... geen leuke remake gaat worden, want het spel zelf is wel leuk, maar ja, nee. Want in 3D is het niet echt het anders. Fairy Tail, ik heb hetzelfde probleem hoor. Ik maak ook heel vaak de fout. Nou, ik zit te denken, heb ik eigenlijk ooit wel eens een keer een WTF moment in Pokémon gehad? Ja, de pres op de in deze Let's Play nog. Ja, de Radio Tower inderdaad. Ja. Maar ik zit nou te denken bijvoorbeeld aan Omega Ruby of Sapphire. Ik weet niet, X en Y die geven mij niet echt dat ik... Ja, de hype om door te spelen. Ja, oké. Ik bedoel, Omega Ruby of Sapphire die hebben allebei eigenlijk iets wat leuk blijft om te spelen. En X en Y mist dat. Ik bedoel, als je denkt van, ja, misschien komt het omdat je de map nooit eerder gezien hebt of zo. Omega Ruby Alpha Sapphire heb ik de map ook nooit eerder gezien. Ja, maar ik vond Omega Ruby en Alpha Sapphire had ook geen WTF moment. Ik denk dat ik meer eigenlijk gewoon er tegenop zit te kijken en bij Omega Ruby Alpha Sapphire valt het nog wel mee omdat het pas in de aftergame komt. Maar als ik ergens echt, ik denk dat de zes generatie van Pokémon. Nou ja, ik hoop dat, want generatie 7, Sun & Moon, die gaat met andere type gyms werken. Ja, dat weet ik, maar dan heb je ook nog eens een keertje tot Sun & Moon ook nog eens een keer gaat beginnen met generatie 1 Pokémon te veranderen. Alola Forms, ja. Serieus. I'm gonna hit myself in confusion. Precies.
Dus ik hoop echt dat ze het spel niet gaan verklooien. Dat ze hem leuk gaan maken. En dat het geen flop wordt. Want X en Y vond ik zelf persoonlijk... Het was wel een leuk game, maar het was niet echt waarvan je denkt van... Wauw, dit is echt een coole game. Dat is ook de game dat de enige Pokémon fusie werd geïntroduceerd. Kyogre en die twee andere gefuseerd? Serieus, gefuseerde Pokémon, daar wil ik nog niet eens aan denken. Nou, daar kan ik op inlichten. Pokémon Black and White, dat is generatie 5. In Pokémon Black and White 2, ja, die kwam daarna, had je dat de derde legendarische Pokémon van die wereld, of die plek, die kon samenvoegen met de legendarische Pokémon van de vorige twee games. Vraag me niet waarom Game Freak dat deed, want het zag er niet uit. Maar ja, het vonden ze leuk. Nou, ik moet zeggen dat die van Raichu inderdaad wel heel erg leuk is. Level 60! Ja, Raichu was wel een leuke, is wel leuk gemaakt. Met Alola Form. Boten vrij op level 60. Jongens, we hebben een probleem. Nevermind, we hebben geen probleem. Dat is een boten vrij. Boten vrij? Ja, hij heeft geen boter. Oh, tot zo, Snoopy. Nee, ik moet zeggen van, bijvoorbeeld inderdaad, die Raichu, die vind ik wel leuk. Maar, bijvoorbeeld, jongens, laten we eerlijk wezen. Die nieuwe Pokémon die aangekondigd zijn. Herhaling. Die nieuwe Pokémon die aangekondigd zijn. Nogmaals. Ja. Die nieuwe Pokémon. Mag ik even op één Pokémon komen? Een Pokémon, net als de Bug Pokémons. Je hebt dan een Caterpie, dat is een vormpje. Dan wordt het een kokon. En dan wordt het een vlinder. Nou, is logisch. Je hebt een Beedle. Dan wordt het een buskokon. En dan wordt het nog een Beedle. What the fuck is dat nou? Nogmaals, die nieuwe Pokémon. Precies. Ik stond echt naar die nieuwe Pokémon te kijken met... Zolang ik maar naar binnen kan komen met... 6 Eevees. I don't care what happened. Maakt me echt helemaal niks uit. Hopelijk hebben ze inderdaad zo snel mogelijk al een Thunderstone. Dat ik wat verschillende types en alles heb. Maar toen ik dat echt... Die nieuwe Pokémon... Ze boeien me niet. Nee. En ik hoop echt dat ze niet de fout gaan maken. Dat er een evolutie tussen gaat zitten. Die in één keer de Alola vorm krijgt. Of iets. Ik hoop het echt niet. Ik hoop echt niet dat ze dat gaan doen. Want de Eevees moeten ze echt afblijven. Maar ze mogen wel een nieuwe evolutie maken. Een leuk idee voor een nieuwe evolutie normal type. Maar dat is Eevee zelf al. En er is namelijk een evolutiesteen die je kan geven. Of een soort van health item. Die ervoor zorgt waardoor dat zijn special attack of attack iets... In ieder geval tot stats verdubbeld zouden worden. En nogmaals, we willen nog wel een poison type Eevee. Dat zou het meest logische zijn. Ja. Want ja, we hebben nou Sylveon. Die is zwak tegen Poison type. Nou, dat klinkt logisch. Ja, sommigen die zijn ook wel hyped voor eventueel een staaltype, maar... Oh, ik weet niet, ik zie een evolutie niet echt als een staaltype. Nee. Net zoals grond en rock. Zie ik ook niet gebeuren. Een leuk idee voor de nieuwe evolutie. Heb je dat van Dobbs? Dobbs, wie is Dobbs? Ja, dat is ook van de Pokémon YouTuber. Het is net zoiets als J-Wit. Oh. Nou, J-Wit kijk ik dan ook nog wel zo nu en dan. Ja. Maar ja, J-Wit maakt dan ook nog video's over andere games. Inderdaad. Nou, jij doet recover, ik heb mijn leftovers, ik vind het best. Ik blijf wel even een paar keer op A drukken. Want in dit bos vinden we... In het bos zitten geen evoluties, in het bos, in het bos. Dus ik wil eigenlijk dit bos nou wel zo snel mogelijk uit.
Ja. Oh, en natuurlijk Flameshake, tuurlijk. Stinkbol. Nou ja, het was wel de plek waar dat je goed kon trainen op... hoe heet dat, voordat je Brock ging verslaan in Red and Blue en Yellow. Ja, oké. Okay. Wat ik vandaag eigenlijk de dag nog steeds niet snap is waarom dat Pikachu zo'n lage stats heeft gekregen in-game. Terwijl dat hij eigenlijk mascotte is van de hele serie. Ja. Ik bedoel, het is zelfs je starter Pokémon in Yellow. Waarom heeft hij zo'n lage stats? Sterker nog, die Pikachu die kun je nog niet eens laten evolueren. Ik snap dat ze daarvoor richting de dingen gingen, richting de anime. Maar je geeft hem lage stats. Je kunt hem niet evalueren. Hij heeft geen moves of items, want dat bestond die tijd nog niet. Wat het zou kunnen increasen. Serieus, wat de neus. Ik ben nou research aan het doen. Bij welke Pokémons Ash allemaal had van elke generatie. Nu ga ik bij elke Pokémon game die ik heb. Ga ik het team maken van Ash. Dus ja, ik heb een Pikachu nodig voor elke keer. Dus dan denk ik ze van, waarom zo laat? Ja, dan weet ik nog goed in Gold en Silver. Dan kreeg je Pikachu pas in Johto op level 2. Net zoals dat wij nu eigenlijk Jolteon hebben gekregen. Dat is de Pikachu van de Eevees nou. En ik geef hem gewoon zomaar een Hyper Potion, terwijl ik daar helemaal niet mee doen. Maar ja, Jolteon is het waard, dus het maakt niet uit. Elke evolutie is waard. Maar ik heb de blunder ook een keer gedaan op een Magikarp. In Pokémon Go. Ik gebruikte per ongeluk een Hyper Potion op een Magikarp. Die we nog steeds niet tegen zijn gekomen! Underfanfield, dat vraagt mij ook nog wel af. Want jij weet toch ook wel over de dat de HM slaves niet meer, ongeveer niet meer gebruikt worden, hè? Ancient and Moon. Stefan? Volgens mij hadden ze inderdaad wel een oplossing voor al die HM's. Ja, dat je zeg maar op een Charizard gewoon echt vrij kan gebruiken zonder de HM aan hem te leren. Ja. Dat, ik denk nog wel dat ze de HM's blijven gebruiken. En dan dat ze tevens een extra move-slot gebruiken voor de HM's. Zodat je niet een extra move moet opofferen voor de, ja... Voor die aanval dan. Nou, ik had het laatst met Erik over. Dat zou echt zoveel openmaken qua strategie weer voor nieuwe Pokémon games. In plaats van 4 moves, 5 moves. Alhoewel ik het niet zo erg zou vinden om Fly of Surf te hebben als aanval. Want dat is een goede aanval. Ja, maar hoor je niet wat ik zei? Vijfde aanval. Ja, daar heb je gelijk in. Ik bedoel, we spelen nou al sinds 1996, 97 ongeveer, spelen wij al met 4 aanvalslots. Waarom geen 5 in? De anime gebruiken ze de 10. Ja. Oké, ik zou snappen dat 10 een beetje te veel is. Maar een 5 zou geniaal zijn. Zoveel strategieën die je er dan weer op kan bedenken. Precies. Dus Game Freak, make it happen. Ja. Ik bedoel... We snappen het. Jullie willen elke keer nieuwe beestjes gaan verzamelen voor een nieuwe generatie. Leuk voor jullie. Oh, die nieuwe vis van Sun and Moon. Die heb je ook gezien, hè? Ja. Oh my god. Die deed me denken aan de beest van Finding Nemo. Na-na-na, ik, na-na-na, mi-mi-mi. Ik snap echt niks van dit gesprek en überhaupt niet van Sun and Moon. Sun and Moon, gewoon nieuw Pokémon game. Met nieuwe Pokémon. Voor de 3DS. Die komt in... November. Volgens mij november hadden ze het over. Ja, november komt die uit. Een week of ja. In ieder geval, Bolt is al level 20. Ja, dat gaat snel. Ja. Maar, ja. Ik vind het wel jammer dat er geen gyms meer zijn. Ja, ach. Het zijn een soort van gyms, maar op een aparte manier. Maar vergeet niet, op dingen kun je altijd ook je eigen dingen... Je kunt altijd je eigen regels erin gooien bijvoorbeeld, hè.
duren. Bijvoorbeeld van, als jij bij een event komt, daar hebben ze, ik weet niet hoe vaak events tot er gewoon echt gyms zijn. Dat je gewoon echt zo'n stand hebt waar je dus echt moet battelen tegen iemand, om daar dan een kartonnen fiche voor te winnen en dan dat je daar een goodie pack mee kan winnen ofzo. Zoiets, ja. In ieder geval, wij zijn op route 2. Yay. We zijn uit het vervelende bos. Dan vraag ik mij af, want er zijn nou nog 2 evoluties die we tegen kunnen komen in Eevee zelf. En dat is of een Espeon, of een Umbreon. Of Eevee. Wacht even, Swinub is een grond... Oh, wacht even, level 43, hè, ja. Leafeon. Ook al is het een ijstype, ik heb vertrouwen in Leafeon. Het is een ijsroktype, geloof ik. Of ijs... Nee, nee, ground. Ijsground, ja, sorry. Klopt. Ach ja, mesblad is super effectief. Dat is het belangrijkste. Mesblad! Mesblad, mesblad, mesblad! Een fysieke aanval. Ik snap het nog steeds niet. En daar hebben we ook Leroy weer hoor. Met zijn evolutie Pokémon. Welke? Milotic. Of Milotic. Oh. Voel je dat beest ook uit van schelden? Nu is het op de Magikarp familie. Ja, en welke missen we dan? Magikarp! Feel my Magikarp! Ja, maar niet vergeten, hè? Magi means magic, and carp means fish. What do you get when you put them together? Wrecked! Ja, Orange Islands vind ik ook jammer dat ze daar nooit eens in hebben gedaan met de game. Ja, klopt. Maar dat was ook wel leuk hoor. Ja, inderdaad. Jullie. Wat zit je nou? Ik zal dat ding eens een keer ergens anders gaan hangen, want het is nou elke keer alsof dat van de waterflessen te bijten. Ach ja. Torterra. Oh, Torterra, wat was dat ook alweer? Dat was een grasgrondtype. Grasgrond. Grasgrond? Ja. Dan zetten we gewoon Leafeon er tegenin. Dan zal die gewoon normale damage doen. Waarom weet ik het zeker? Dit was de eerste starter die ik had gebruikt bij Pokémon Diamond and Pearl. Waarom geen vuurtype? Geen idee. Och, het krantenbakkie dat kent Earthquake. Hé, hey, Jolbert ben je zich nog gelijk hebt. Op de. Ik weet niet of dit dan effectief is. Nou, ik zou zeggen dat het een soort 1.9 in Minecraft is, want het, Sun and Moon is wel een leuk, ziet er wel leuk uit. Het heeft zijn nieuwe dingen, dus geef het een kans. Want ja, je weet niet of die instant challenges niet zo leuk zijn of heel leuk zijn. Want ja, je moet het eerst uitproberen. Dus ik zeg, ik ga het gewoon een kans geven en let's do it. Het is inderdaad nog niet uit. En je hebt ook Game Freak kan nog heel veel doen in die tijd. Daarom. Maar ik hoop wel dat er snel iets aan Pokémon Go wordt gedaan. Ja. Want om heel eerlijk te zijn, voor mij is de fun van Pokémon Go echt... Elke keer dan zie ik dat er in de buurt een Eevee is. Alles spant er, behalve die Eevee. En dat is met andere Pokémon precies hetzelfde. De Rattata, Pidgey en Weedle die spawnen elke keer. Maar de andere Pokémon niet. Maar goed, ik zit heel eventjes op de tijd te kijken. Want we zijn al bijna bij Brock. Gaan we het nog doen, ja of nee? Nou, ik heb eerst zoiets van... We gaan eerst eventjes hier de random encounters even tegenkomen. Ja, dat is belangrijk. Maar ik weet... Ja, we zien wel. Gewoon, Wouter, we zien wel.
Als we het leuk hebben, doe het gewoon. Ah, leuk hebben we het sowieso. Ja, dat is waar. Als we zin hebben. Ah, combi. Dat is een nachtmerrie voor shiny hunters. Combi. Nee, dat is echt een nachtmerrie voor shiny hunters. Trouwens, combi is ook de Pokémon waarbij de meeste damage kan worden gedaan. Ja, maar ik bedoel, combi die kan alleen de vrouwelijke versie, die kan alleen evolueren. Ja. Nou, als we nog één keer hier een clone Pokémon tegenkomen, dan gaan we gewoon verder. En met clone Pokémon bedoel ik een Pokémon die we al tegen zijn gekomen hier. Oké, het is een nieuw Pokémon. Het is een Charizard. Op level 3. Wauw. Hex. Zou je hem willen vangen voor mij? Alleen voor mij? Hé? Oh, ik ben al weggerend. Sorry. Oh. Ze hebben wel een soort van nieuwe tracker erin gedaan. Maar zoveel helpt dat ook weer niet. Daar zijn ze mee aan het oefenen. De tracker die ze nu hebben, dat is echt alleen maar tot er maar een paar die dat nou uitproberen. Dan wil ze dat bij de... Ja, bij het evenement, of bij een update wil ze dat dan openbaar gaan maken. Maar dat had iets te maken met Pokestops. En dat vind ik wel jammer, omdat er zijn heel veel mensen die ik ken, die dus totaal geen Pokestops in de buurt hebben. Oké, weer een combi. Wij gaan naar Pewter City. Pew! Pew! Het was hetzelfde met dat dorpje waar, hoe heet dat, die Eevee Brothers woonden. Je weet wel, Pyro, Sparky en Raider. Ja. Dat heette volgens mij Stone Town. Wauw. Ja. Dat zijn trouwens de drie slechtste Eevee trainers ooit. Ja. Ja, je moet ze even leren. Dit is het beste. Ik heb die Pokésense aflevering gezien. Sindsdien, wauw. Ja, dat. Wat ik ook wel jammer vind is dat we daar hier niet meer in gedaan hebben. Dat was volgens mij bij Pokémon Yellow dat dat erin zat. Omdat daar dat ze ook je Pokémon achter je aanliep. Dat was op het moment dat je met Jigglypuff praatte. Dan kreeg je echt het deuntje van Jigglypuff een beetje te horen, een beetje pixelachtig. En als je dan liep Pikachu op dat moment ook niet meer achter je aan. Die sliep dan. Wauw. En dan moest je dus met Pikachu praten en dan zag je Pikachu echt slapen en wakker worden en dan pas liep hij weer achter je aan. Dat hebben ze wel leuk gedaan. Ik vind het wel jammer dat ze geen remake hebben gemaakt van Pokémon Yellow. En we hebben de Rainbow Wind, dus we kunnen gaan kijken wat Wannabe Ho-Oh is. Dat kan ook. Ja, maar ik denk dat ik dat voor een volgende keer bewaar. We gaan volgende stream geloof ik toch weer terug naar Johto, dus ja. Nou, dat was de oorspronkelijke planning, maar toen kwamen we Jolteon tegen. Ja. Ik heb nou zoiets van... Laten we de gym maar ingaan. Ja, ik geloof er niks van. I will quote you on that dat hij steen-Pokémon-types gebruikt. Mm. En ja, we willen hier zeker een foto van maken, want we hebben een nieuwe evolutie. Yay! Yay! Yay. Oké, okay, Absol is een wannabe Umbreon. Wow. Objectsol is een wannabe Umbreon. Sorry, Leroy. Oké, okay, hier zijn we dan. De Pewter Gym. Maar die bewaar ik voor de volgende aflevering. Dus YouTube. Cliffhanger. Ik kan er niks aan doen. Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Wil je zelf een keertje ook aanwezig zijn bij de livestreams? Links staat in de beschrijving voor Twitch. Dan kun je op follow drukken en dan krijg je een notificatie. Als je dit natuurlijk hebt ingesteld van ja, ik wil notificaties ontvangen wanneer dat degene die ik volg live gaat, dat ik dat er al zien krijg. Dan krijg je dat gelijk te zien. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien bij een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Doei! Doei! Het is elke keer weer een mond vol, jongens.